Goedenavond. Welkom bij het Vrederust Vandaag, het 8 uur journaal. Vanavond duiken we dieper in de gemoederen die de wijk Vrederust in Den Haag wakker houden en waar bewoners al geruime tijd kampen met de verschillende problemen. Laten we eens kijken naar enkele van de grootste uitdagingen waarmee de bewoners van deze wijk worden geconfronteerd. De bewoners in de wijk ervaren met enige regelmaat spanningen binnen hun wijk. De bewoners voelen zich daardoor regelmatig ongemakkelijk in hun eigen buurt, wat deels te wijten is aan het gebrek van sociale samenhang. Daarnaast is armoede een schijnend probleem hier. De wijk is aldus allecijfers.nl een van de armste wijken in Den Haag, met verouderde huurwoningen als een zichtbaar symptoom van deze situatie. Maar niet alleen de sociale samenhang levert problemen op. Veel bewoners leven in omstandigheden die schadelijk zijn voor hun gezondheid. Met huizen vol schimmels, gebrekkige isolatie en andere gebreken. Dit heeft een directe invloed op de levenskwaliteit van de mensen die in deze woonwijk wonen. En alsof dat nog niet genoeg is, leidt de combinatie van armoede en kansarme mensen tot een toename van criminaliteit, vooral op het gebied van drugs. Voor sommigen lijkt de enige manier te zijn om te overleven. Maar er is hoop voor de wijk, want inmiddels ligt er een rapport op tafel met verschillende interventies die worden voorgesteld om de wijk te verbeteren en bewoners van de wijk Vrederust een nieuwe kans te geven. Educatieve programma's en trainingen kunnen het opleidingsniveau verhogen en de kans op werk vergroten. Renovatieplannen voor verouderde huizen zijn ook in de maak, in de hoop met het woongenot en de mentale gezondheid van de bewoners te verbeteren. Nieuwwijkprojecten zullen de nadruk leggen op groen- en recreatiegebieden, waardoor de leefbaarheid van de buurt wordt vergroot. En door samen te werken met lokale organisaties, kerken en maatschappelijke instanties, kunnen we de krachten bundelen om de wijk naar een hoger niveau te tillen. Meer buurtwachten en betere straatverlichting zullen de veiligheid vergroten, terwijl het betrekken van bewoners bij besluitvorming een gevoel van gemeenschap onder elkaar zal bevorderen. Door deze interventies te implementeren en samen te werken met bewoners, organisaties en de overheid, kunnen we de wijk Vrederust omvormen tot een veilige, meer leefbare en bloeiende gemeenschap. Dit was het Vrederust Vandaag 8 uur journaal. Een prettige avond en bedankt voor het kijken.